De residentiebonus die alle werkenden deze maand krijgen bedraagt 300 SRD. Dit liet minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning vandaag weten. Deze bonus is een tegemoetkoming voor de mensen die het moeilijk hebben. We beseffen dat door de economische omstandigheden mensen het niet altijd makkelijk hebben. En in het kader van residentie hebben we gemeend om de mensen een beetje tegemoet te komen met een bedrag van 300 SRD. 300 is het bedrag en voor de kerstperiode, hoeveel is het bedrag? Dat zal waarschijnlijk ook rond dit bedrag liggen. We doen dit niet omdat we onze schuld niet betaald hebben of uit de pot omdat we de schuld niet betaald hebben. Dit doen we omdat onze mensen het nodig hebben. En schulden moet je betalen. Als je het niet kan betalen, dan moet je daarover praten. En dat is de feitelijke situatie. Dus het ligt wat genuanceerder dan men aangeeft. Achaibersing benadrukt dat de economie deze uitgaven wel kan dragen. Anders zou de overheid dit niet doen. De bewindsman zegt dat de regering zich genoodzaakt voelt om het volk tegemoet te komen. Omdat we beseffen dat de mensen ook een redelijke residentie moeten kunnen hebben. Tegelijkertijd hoor ik mensen weer zeggen van ja, maar kan men niet gedacht hebben in termen van de government take verlagen of de koers naar beneden brengen? Nou, dit is een eenmalige uitkering, een eenmalige tegemoetkoming. De andere zaken die zijn meer structureel van aard. En wat de koers betreft moeten we de koers proberen te beheersen. En ja, de government take is nodig geweest om het financiële huishouden op orde te krijgen. De aanzien van Lazard en IMF, beginnen we al licht in de tunnel te zien? We zijn het project pas gestart, beide trajecten pas gestart. Maar we hebben er vertrouwen in dat we het succesvol gaan afronden. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Hij sprak vanmorgen op de stoep van het kabinet van de vicepresident.